In de Tweede Wereldoorlog is Zeeland zwaar getroffen. Zo'n 185 monumenten in onze provincie herinneren hieraan. Bij die monumenten herdenken we de slachtoffers en vieren we dat we nu vrij zijn. Ze worden in stand gehouden door vele vrijwilligers, oud en jong. Een mooi voorbeeld is het oorlogsmonument in Hoedekenskerken. In 1945 werd het monument opgericht, ontworpen door architect Rothuis het Hoofd. En vanaf 1970 hebben altijd vrijwilligers dit monument onderhouden. Ja, ik vind het ook een heel mooi monument, want ja, die duif vind ik echt heel mooi. Als je geschiedenis levend wil maken, dan is het mooi om in de omgeving te zoeken, de nabije omgeving te zoeken, welke elementen daar nog in te vinden zijn die een link hebben naar vroeger. En zo kun je met geschiedenis dichtbij beginnen en van daaruit uitzoomen naar de rest. In 1944 hebben de geallieerden de Duitse troepen hier in Hoedekenskerken proberen te verdrijven. Die dagen van beschieting gaf ook veel burgerslachtoffers. En dan hebben we gelijk het bijzondere van dit monument. Het is een graflegging. Het zijn dus graven, terwijl het niet op een begraafplaats staat, dit monument. En eigenlijk staat er die duif die staat voor de vrede hier zo weer. Dat de vrede weer terug is. Maar eigenlijk hoort die duif naar Ginter zo toe te staan in plaats van naar daar. Omdat daar zo de geallieerden zijn aangekomen. Als plaatselijke school vinden we het belangrijk dat we de kinderen betrekken bij het herdenken. Bij wat er gebeurd is in de oorlogsjaren. En zeker omdat we hier op het dorp zo'n mooi monument hebben, vinden we het goed om daar ook echt gestalte aan te geven. Ja, we leggen ook altijd rozen bij elk graf. Ja, en we poetsen potjes. En de herdenkingen bewijzen gewoon dat de betrokkenheid van de gemeente, van de dorpsbewoners, toch altijd nog zeer groot is. Hier ligt mevrouw Bondewel. En naast haar ligt haar zoon. 16 jaar oud en zij 49. En mevrouw Bondewel met haar zoon zijn hier gesneuveld en liggen hier in het graf. En zo spreekt ieder graf zijn eigen verhaal. Niet voor niets heeft Leo Vrooman gezegd: kom vanavond met verhalen hoe de oorlog is verdwenen en herhaal ze 100 malen. 100 malen zal ik wenen.